Goedenavond, lieve Robert. Goedenavond, lieve Jos. Buonanotte. Buonasera. Buonasera, buonasera. Bienvenue. Nee, dat is wel zo. Ja, ja. Ik wilde zeggen, ja, bienvenue à une... Dat betekent trouwens ook gewoon letterlijk, bien, hè, goed, wel. Ja. Venere, van, komen. Ja. Welkom. Welkom. Zo, jeetje. Oké. Ja, u hoort het, wij hebben zojuist nummer 25 opgenomen met de etymologie. En dat echoot nog een beetje door in de start van deze alweer 26e aflevering. Ja, en wat ook nog een beetje door echoot in deze aflevering. We zijn vorige keer geëindigd met Louis Witten. Ja. Die op die dag zijn 102e verjaardag vierde. Een dagje later. Nou, ja. Een dagje eerder. Klopt. Maar... dat was slechts één van twee voorname hominiden die op die dag hun verjaardag vierden. De andere hominide is weliswaar slechts een sexagenarius. En geen centenarius. Maar voor een gorilla is dat een first. Een world record of all time. Ja. Het is de oudste gorilla ooit. De westelijke gorilla Fatou. Die is... ja, het is geen grap, echt. Die is in een Duitse... in gevangenschap geboren. In een Duitse dierenomheining. Dierentuin. Heel goed, ja, ja. En die is 66 jaar geworden. Dus zo. Ter vergelijking, Bokito, hè, die is laatst overleden, die was 26. Nou was die ook duidelijk niet aan ouderdom overleden, hoor. Dat was een onverwachte dood. Ja, ja, ja. Maar ja, ja, ja. Gorilla's worden typisch in de 40, 50. Ja. 66 is echt de oudste ooit. Maar... En ze leeft nog, ze, geloof ik. Grootmoeder, bedovergrootmoeder van 16 achter. Nee, joh! Kleinkinderen, ja. Want hoe oud is een gorilla doorgaans als het nou, die worden zich dus voortplant? Mij zo mee. Ja, oh, dat weet wanneer ze vruchtbaar worden, dat weet ik nee, niet. Maar wanneer, ze, ja, wanneer het normaal is dat je kids krijgt als je gorilla bent. Ja, weet, misschien wel 5 of zo. Ik heb 5? Ja, of 10. Geen idee. Geen idee. Maar dat is dan wel... Dat is wel insane. Het is niet 20, denk ik. Nee. 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 Maar dat is vroeg, toch? Voor dieren die zo oud kunnen worden... Zijn er heel veel Wij zijn gewoon heel laat, hoor, volgens mij. Ja, hè? Ja, ja, wij allemaal met millennial struggles. Ja. Ik weet niet of een door... Carrière maken eerst. Een doorsnee gorilla met carrière struggles zit. Het is geen carrière tijd. Zat hij in een andere kooi, inderdaad. Ik heb één keer toen in Artis, ik weet niet, volgens mij was het ook een gorilla. Toen kom ik daar binnen en ik was een paar keer geweest, maar die ene zat onderuitgezakte, ziek grote aap. En die zat zo'n berg fruit gewoon achter elkaar in zijn mik te schuiven. En met schil en al. En het zag er zo relaxed uit. En het was zo heet daar binnen, jongen. Het was echt niet warmte, zo'n keihard te chillen. Met zo'n berg. Heerlijk, dat gaat eruit. Ah, maar goed. Oké, dus dat was wat betreft het ene gedeelte van de hominiden, of ja, niet? Dat is misschien wel de oudste... Nee, wacht, chimpansees zijn misschien nog ouder. Zijn ook weer hominiden. Kunnen chimpansees ouder worden dan 66? Nou ja, ik geloof het wel, ja. Dat is echt heel oud, man. Ja, dat is ook oud. Je zou bijna denken dat we vanaf stammen. Nee, dat is niet zo. Nee, we hebben wel een gemeenschappelijke voorouder. Oh ja, dat was maar het. Maar we stammen er niet vanaf. Nee, dat is waar. Maar goed, we zijn dus... De vorige keer hadden we eindelijk weer eens een levend iemand. Ja, dat is waar. Louis Witten, 102 net. En het leuke is, we hebben er nog een paar die eindelijk eens in leven zijn. En waaraan je ook goed kunt zien dat het beeld wat de meeste mensen natuurlijk hebben van... een mooi woord trouwens voor centenarius of 100... Iemand van 100 tot en met 109 in principe is een eveling. Ja. Vind ik een mooi woord. Absoluut, eveling. Absoluut. Heel en het beeld wat de meeste mensen hebben van eeuwelingen zijn mensen met zulke grote zakken rondom hun ogen. Die ze bijna niet meer open kunnen doen. Volle zakken onder hun ogen. Die handen. Ja. Die perkamenten handen. Ja. Je gewoon een geraamte. Ja. Maar dat hoeft dus niet. Kijk maar eens naar Marie Blommaert. Ja. Verzetsstrijdster. Ja, ja. En ze heeft ook haar eigen Wikipedia. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet verder niet veel van haar. Maar ze is ook onlangs 102 geworden. Ja. 18 maart. Jeetje. En die ziet eruit, joh. Die ziet er echt... Ja? Nou, dat zou je echt niet zeggen. 102. Het zou ook
misschien wel 75 of zo kunnen zijn. Zo, inderdaad zeg, hé, jeetje. Je hebt er voor je? Ja, ik heb er voor me, ja. Ongelooflijk. Een verzet, ja inderdaad, oh dat staat hier, wat leuk, illegaal pakjes bezorgen. Och, dat doet ons Marie wel. Dat staat hier, dat is een quote. Dat doet ons Marie wel. Ons Marie, ja dat is Brabant, hè. Ons Marie, ons ja, man, ja. Ons manneke, altijd met ons, ja. Ons. Ja. Dat is Brabant. Dat is Brabant. Brabant. Wacht, de broer. Sorry, nu wilde ik het toch weer weer. Wacht, oké, maar... jeetje, inderdaad. Ze was toen... Ik lees nu heel kort iets, hoor. Ze was 98 jaar oud toen dat artikel werd geschreven. Uh-huh. Zo meemaakt krijgde drie kwart eeuw niet van haar netvlies. Ja, dat moet natuurlijk... Jeetje, wat je dan meemaakt. Ja, dat is zo ziek zijn. Ja, we beginnen nu toch wel echt in de wat hogere leeftijden. Ja. Belanden. Ja. Iedereen is ja, of dood of in hun tweede eeuw. Ja. Ja. Ja, ja. En bijna al deze mensen is de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Ja, en ook gewoon onze leeftijd. Onze leeftijd, ja, klopt. Ietsje ja, inderdaad. Jonger. Ja, ja, ja. Ja, en de volgende is ja. In datzelfde kaliber. Misschien weet jij daar wat leuks over ja. te vertellen. Ja, met dank aan jouw voorbereiding hoor. Want dat is er ook wel eentje om even bij stil te staan. Dat was namelijk Pierre Zeevaarder. En hij is tegen alle schijn in geen zeevaarder. Nee. Hij is wel op het moment dat dit artikel is gepubliceerd, dat is 6 maart 2022, is hij 100 jaar oud. Bijna 101. Bijna hij 101. Werd in maart 101 en het is inmiddels april, dus hij is nu 102. Juist. En hij is dus even oud als de Volkskrant. Dus ja. De krant dat een artikel over hem publiceerde is net zo oud als hij zelf. Ja. En hij heeft in het leger gediend. Niet in de marine. Had helaas toch wel erg mooi gepast, maar goed. hij heeft wel heel erg veel gereisd. En hij heeft tot zijn 92ste doorgewerkt. Ja. Te beginnen als docent Engels op een lyceum in de Buitenpost. En inderdaad, hij zijn talen knobbel, want als ik het goed lees, kan hij Hongaars, Arabisch, Engels en Fries. Ja. Of althans ten dele wellicht. Dat is erg indrukwekkend. Arabisch, ik had een huisgenoot die Arabistiek studeerde. Oh, een Arabist? Een Arabist, heel goed, ja. Dat is een ziek moeilijke taal. Ja, hè? Omdat het zo ver van ons bed is. Ja, het is echt anders. Het is echt... Wat Hebreeuws lijkt er dan wel weer. Qua klanken vind ja. ik dat best er weer ja, blij. Ja, nee, dat ben ik met je eens. Dat ben ik met je eens. Nee, klopt. Nee, ik denk toch dat in het rijtje Hongaars, Arabisch, Engels en Fries, dat Fries... toch wel het dichtst bij onze métier ligt. Maar goed, ja. Hij heeft ook, als, het zal je niet verbazen, als tolk en vertaler gewerkt. En wat heel erg leuk was, hij was, dat is een kleine anekdote uit zijn jeugd, hij was een keer achter op zijn fiets bij zijn vader vanuit Den Haag naar een dorp in Noord-Brabant gereisd. Ik herhaal, op een fiets. Vanuit Friesland? Vanuit Den Haag. Oh, sorry. Vanuit Den Haag oh, maar naar dan Dussen. Nog? Maar dan nog is dat best een eind. Zeker met de fietspaden van toen. Die denk ik toch niet zo als die van nu waren. Niet zo glad, nee. En ook elektrische fietsen bestonden toen nog niet. Althans wel, ik heb er eentje in het Lauwman Museum gezien. Die bestond toen wel, maar die werd niet... zo op deze schaal geproduceerd nee, dat er heel precies. veel mensen... Want elektrische zijn auto's zijn al heel oud, bijvoorbeeld. Heel oud. Die ouder zijn dan uit de mode geraakt. Ouder dan de auto's met een combustion engine. Ja, zelfs dat. Ja, alleen zijn nooit in zwang of in zwier of een van die twee gegaan. Maar wat zo leuk is, ze gingen eventjes in een archief duikend kijken hoe ver hun naam terugging. En het oudste dat zij konden vinden was een zeevaarder uit het jaar 11.723. Exact 300 jaar terug. Exact 300 jaar terug. Dat was de eerste zeevaarder. En hij had zijn naam gekregen omdat hij was gaan varen. En bij thuiskomst kreeg hij de naam zeevaarder. Ja. En nu ziet de gemiddelde dag in een week van onze heren zeevaarder eruit. Dat hij om 10 uur opstaat. Best lekker. Ja, dat kan zo. Ja. Kan ik er wel in vinden. Hoe laat gaat hij dan slapen? Nou, een uurtje of 1 s'nachts. Oh, dus dan pakt hij wel 9 uurtjes. Nou, dan word je dus 102, hè? Ja, dan word je 102. En hij krijgt thuiszorg. Dat is natuurlijk ook wel lekker op die leeftijd. Daarom staat hij ook op, of niet? Ja. Dat trouwens dat staat er inderdaad wel bij. Ik sta om 10 uur op, want dan komt de thuis. Ja. Als hij om 12 uur had gekomen, had hij misschien gewoon tot 12 uur blijven liggen. Ja. En hij luistert graag naar klassieke muziek. En hij leest veel. Ook ja, Harari zie ik. Ja, hij is best bij hoor. Want dat was toen het, na 12.022 was dat dan iets ouder boek. Maar alsnog, niet verkeerd voor een iemand van 102, is hij meer bij de actualiteiten dan ik. Dat zeker. En hij schaakt zo te zien. Ja. Maar een minder leuk iets, het leuke van Bridge is dat hij ook nog nieuwe mensen leert kennen. Want verder is het alleen maar verlies. Ik ken alle crematoria in de omgeving. Ja.
dat is natuurlijk de pitfall van de, ja, het, momenteel. Het ouder worden. Het ouder worden. Ik hoorde dat vandaag ook weer in een gesprek met een ouder iemand die vertelde van... Die had heel veel gevoetbald in zijn jonge jaren. En driekwart, en hij is voor jullie beeld 72. Driekwart van alle teams, al die teams waar hij in heeft gevoetbald, had hij teamfoto's had hij aan zijn muur hangen. Driekwart van alle teams was dood. Wat? En hij was 72? Hij is 72. Misschien was hij in sommige teams de jongere. Jongste, zou kunnen. Dat moet maar alsnog, wel. Dat is best wel ziek. Dat je gewoon dat om je... En hij is maar 72. Dat je zoveel om je heen ziet gewoon doodgaan. Ja. Dat ja, is toch wat? Nee, ik wil heel graag oud worden, maar ik wil eigenlijk wel het liefst dat jij met me meegaat, hoor. Ah, dat is heel lief. Dankjewel, Jos. En al onze luisteraars natuurlijk. Uiteraard ook, die ook. Want dit is allemaal mogelijk alleen maar dankzij jullie. Ja. Nee, want ik stel je voor dat je... Dan, je moet dan dus echt, denk ik, vrij actief nieuwe mensen leren kennen, denk je niet? Want anders ben je gewoon na je 90ste... Ja. Nou, misschien als wij oud zijn is het hopelijk 105. Ja, misschien. Nou, laten we zeggen, weet ik het, 100. Laten we zeggen, na je 100ste is er gewoon bijna niemand meer. Ja, nu is dat inderdaad zo, ja. En dan is iedereen om je heen, is echt... Maar dat... Kijk, sommige mensen zijn natuurlijk heel open, die kunnen heel goed levelen met welke leeftijd dan ook. Ja, je moet inderdaad een beetje schakelen. Maar jij moest laatst best schakelen, dat is alweer een aantal jaar geleden, best schakelen dat een jonge Tupac niet kende. Oh ja. Nou, dat was één voorbeeld. Maar dat heb je dan over het hele leven. Dat als je iets... Ja, ken je dat? Ik heb geen idee waar je het over hebt. Dat was 20 jaar voor mijn geboorte was dat. Die film of dat muziekstuk. Ja. En die persoon is dan gewoon 65. Ja, exact. Ja, inderdaad. Ja, nee, dus dat lijkt me best een eenzaam iets. Dat klopt. Ja. Dus ik denk gewoon openstaan, nieuwe mensen willen leren kennen. En denk ik gewoon met je tijd meegaan. Want zoals we van Kees de Jager hebben geleerd, blijven bewegen. Blijf bewegen. Ja, heel belangrijk. Dat klopt. Ja, nee, eens hoor. Zitten is het nieuwe roken en bewegen is super belangrijk. Maar echt. Oh ja, hij heeft ook, want Hij is soldaat geweest. En er is oorlog. En er is, ja, hij heeft volgens mij in de Tweede Wereldoorlog, las ik ook eventjes, of een gedeelte van de strijd in Oekraïne meegemaakt. Of in ieder geval, hij weet hoe het... Hij weet nog een tijd dat in de Tweede Wereldoorlog, van de Tweede Wereldoorlog, dat er Oekraïne in een oorlog verkeerd was. En dat is nu weer het geval. Ja, dus... Dat is wel heel tragisch. Gaat hij? Nee, gaat denk ik niet. Hij heeft besloten om niet te gaan. Ja, ja. En dat zei hij gekscherend. Dat zei hij toch gekscherend. Ja, inderdaad. Ja. En hij acht een derde wereldoorlog niet onmogelijk. Ja, nee. Ja, zelfs ik misschien niet meer. Nee. Ja. Ik ben er toch misschien altijd een beetje te naïef op geweest. Ja. Hij vindt het ook veel te slap hoe we ons opstellen tegen Rusland. Ja. Is natuurlijk ook wel makkelijker te zeggen. Nou, misschien zeg ik niet eens heel verkeerd, maar de wereldeconomie is nu zo doorvlochten. En het is zo... Een big deal. Snap je wat ik bedoel? In die tijd was dat een stuk minder. Ja, en je had zeker... Trouwens, toen had je ook een wereldeconomie die doorvlochten was. Maar nu heeft een openbare oorlogsverklaring van een westers democratisch land aan bijvoorbeeld in Rusland, heeft denk ik verrijkendere consequenties dan dat het toen had. Maar dat durf ik niet te zeggen. Verrijkende consequenties voor de hele wereld. Ja. Omdat nu alles zo doorvlocht is. Ja, dat zou goed zijn. Economisch. Ja. Dus dan heb je bij wijze van spreken mensen in Zuid-Amerika, merken dat ook. Ja. Economisch en daardoor dus ook sociaal, politiek, maatschappelijk. Ja, in Afrika vooral, hè, de graanschuur van de wereld en zo. Ja, klopt. En, Wat nog, als we het eventjes over het luchtige kan houden. Hij rijdt nog steeds auto. Ja, dat vond ik leuk. Ja, natuurlijk, zegt hij zelfs. Ja, alsof het een vanzelfsprekende zaak is. Ja. Lopen gaat niet meer zo best. De waardige ouderen die dat niet zo vanzelfsprekend vonden, hoor. Ik herinner me nog een Harry Mulisch die in een interview zei, als toen iemand hem vroeg, heeft u een rijbewijs? Toen zei hij, nee, natuurlijk niet. Zie ik eruit als een chauffeur? Nee. Arrogant. Hij was zo arrogant. Oh. Ja. Mijn oom zat bij me in de klas. Of in de parallelklas. Echt? Ja, volgens mij wel. Ja. Oh, wat vet. Ja, want het is een Haarlemmer. Het is een echte Haarlemmer. Ja. Heb jij zijn boek De Aanslag wel eens gelezen? Dat speelt ze ook helemaal in Haarlem af. Ik heb niet de film gezien. Oh. Ik moest het ook eigenlijk lezen. Ja. Volgens mij moest ik het in twee verschillende jaren ook lezen. Ja. En heb ik allebei de eerste paar hoofdstukken gelezen. En toen toch maar weer de film aangezet. Ja. Die was net zo saai, maar die was tenminste korter. Ja, dat klopt. Ja. Nee, het is heel tof. Echt Haarlemmer. Ja. Wie niet een Haarlemmer was? Dat is Basil Smith.
Ook geen Nederlander. Nee. Het klinkt aardig Brits. Ja, en aardig oud ook. En aardig oud. Hij is ook 102. Hoeveel Basils ken jij behalve Fawlty? Ja, Fawlty Towers. Ja, ja, ken jij maar... een andere Basil? Nee. Nee, hè? Nee. Een Welshman is het. Het is een proper Welshman, hè? Die is dus... From Wales. ...om in een actieve te blijven van de 100-plussers. Ja. Op zijn 92e inderdaad begonnen met tennissen. Ja, dat is echt... En die staat nog altijd 6 uur per week op de tennisbaan. 6 uur per week? Tenminste, toen hij 101 was. Dus, ja. Ja, bizar. Ik zal een linkje doorsturen dat je het kan zien. Want hij is echt gewoon... Hij is echt aan het spelen. Ja. Het is niet alleen maar een soort schuivend op een aangepaste baan. Nee, hij, gewoon, hij is echt actief. Het is, ook, het is ook geen Nadal. Nee. Hij is ook geen 101 meer. Nee, exact. Zo, inderdaad. Ja. Maar toch, ja... Wel, dat is weer de moeite dus... waard om te vertellen. En zeker de moeite waard om even te bekijken. Dus het is, als je denkt aan 100 worden, ja, probeer daarbij te denken, ja, tennissend. Ja, inderdaad. En weer een prachtig voorbeeld, toonbeeld van, hij heeft niet zijn hele leven getennis misschien. Nee, het is vanaf gewoon, 92 is, ja, pas, dus laat mij beginnen. Laat beginnen. Ja, gewoon uitstellen en, ja, laat in je leven pas echt beginnen met actief bewegen. Ja. Komt mij dat even mooi uit? Komt mij ook erg mooi uit, ja. Nee, ik denk dat het toch het beste is om al nu wat te bewegen, maar niet te verslijten. Nee, klopt. Niet nu marathons rennen. Elke 6 dagen in de week een marathon lopen, dat lijkt me wat minder gezond. Zou het serieus ook ongezond dat je bijvoorbeeld elke dag een stukje hard loopt? Heel kort stukje maar gewoon elke dag? Ja, 10 minuten of zo. Dat slijt toch dan? Ah, maar als je het zo kort doet, denk ik dat wel meevalt. Ja, oké. Okay. Als je elke dag 5 minuten een spintje trekt, dat je even buiten adem bent en zo. Ja. Denk ik dat dat wel voor je gewrichten wel goed te trekken is. Ja. En de bloedsomloop en allerlei dingen. Ja, klopt. We ook een keer over moeten hebben. Ook. Ja, want wat er dan hier... Daar is nog een heel boekje over open. Daar is zeker nog een boekje over open te doen. Ja. Dus dat in de toekomst. To be continued. Ja. Wat ook continued is de lijst met onze markante ouderen. Ja. Ja, ik weet inderdaad Luchita Hurtado. Hurtado? Dat was een kunstenares. En die was ook bijzonder... die was nog gewoon exposities aan het houden op de 99ste en zo. Dus ik had toen zo'n idee van... Wauw, die kan het nog eens ver schoppen, weet je. Ja. Maar die is toch met 99 200 jaar en 290 dagen gestorven. Dus, in het harnas als kunstenares? Ja, dat wel. Oh, heel goed. Volgens mij, ja. Maar goed, ja. Nou, is het harnas van een kunstenares natuurlijk niet, met alle respect, heel zwaar te dragen. Ik bedoel, als je een kwast in je handen hebt, dan ben je al actief aan het kunst. Ja, fijne motoriek. Ja, nee, absoluut. 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 Dat ben ik geen Parkinson. Maar het was geen bungee jumper, bedoel ik. Nee. Met alle respect. Wingwalker. Wingsuit. Ja. Zo, dat lijkt me vet om zo. Dat lijkt me ook. Dat hebben we dat op de bucketlist niet besproken? Volgens mij ik wel. Ik heb een korte bucketlist. Ja, wingsuiten. Wingsuiten, die staat niet op mijn bucketlist. Die staat echt op mijn bucketlist. Ja, die vind ik echt vet. Ja, lijkt me dat cool. Echt lekker. Ja, nou, nog eens een levend figuur. Ja, noem nog eens een. Nathaniel Hines. Ook Tweede Wereldoorlog soldaat. Nog steeds in leven, maar het is bij hem vooral... Hij is dus ook... 102,5 inmiddels. Dat is wel leuk, als ik het even mag zeggen. Ja. Je rekent alleen dat soort zoveel maanden, zoveel halve jaren... helemaal aan het begin van een leven en helemaal aan het einde van een leven. Ja, grappig, hè? Als het weer, hij is 18 maanden. Ja, hij is 18 maanden. Of hij is 100 jaar en 18 maanden. Exact. Ja. Maar dat zei Seinfeld ook bijvoorbeeld. Your very first birthday, your very last birthday, kind of the same. Ja. They have to say, it's your birthday... they have to say how old you are. They have to say these are your friends. And they have to blow out the candles for you. Hij is ook goed, hè? Ja, zalig. Ja. Oh, en al dan niet voorzien van een luier. Wat ik niet hoop. Oh ja, was. Ja. Ja. Mm. Nou, heb ik... In Japan geloof ik dat er inmiddels meer oudere luiers worden verkocht dan babyluiers. Oh, of dat erg. Ze er aan te komen, dat snijpunt. Oh, shit. Maar dat krijgen wij denk ik ook over 30 jaar. Misschien 50 jaar. Ja, dat zou heel goed kunnen. Want de vergrijzing is, ik weet het, in de gemeente Horen is het plus 114%. Dus Nederland vergrijst, maar die gemeente vergrijst ook nog eens heel erg. Ja. Dat weet ik van de GGD Gezondheidsmonitor. Ah, je hebt natuurlijk, in de steden is dat natuurlijk minder, want de jonge mensen trekken allemaal naar de steden. Wat geloof ik een beetje op zijn retour is.
Mensen gaan ook weer de steden uit. Ja, nou, gewoon omdat het heel erg onbetaalbaar is. Ja. Maar als je kijkt, dat hoorde ik van de week... misschien ook gewoon de rust. En de rust, maar ik hoorde wel in een podcast van de week... van als je gewoon kijkt, is altijd hebben de steden... sinds ze zijn ontstaan aanzuigende werking gehad. Voor jongeren. Voor jongeren, ja. Eigenlijk altijd. Dus dat gaat waarschijnlijk nooit meer weg. Dat hoeft ook niet. Ja, totdat dat zoals nu zo duur werd. Totdat het zo duur werd dat ze er weer uitgaan. En inderdaad, dat is natuurlijk wel zo. Je hebt nu natuurlijk dat het ook... bijvoorbeeld, als je in Amsterdam woont... De factor toerisme is gigantisch. Ja. Ik liep laatst door het centrum. Ik denk dat ik... Als je Nederlands hoorde, was echt een uitzondering. Ja. En dat had je natuurlijk 200 jaar geleden minder. Ja. Dus toen had je ook die aanzuigende werking naar grote steden als een Londen, ik noem maar wat. Maar je had nauwelijks dat... Je hebt nu natuurlijk massatoerisme. Dat speelt natuurlijk ook nog mee in hoe druk het in zo'n stad is. Ja. Want het was een regenachtige zaterdagmiddag. En je moest echt kijken waar je je voet zette. Zo druk was het. Ja, en ik bedoel dat... Dat vind ik ook niet relaxed. Nee. En het was misschien een momentopname uiteraard, want ik woon er niet. Maar inderdaad, je ziet wel een beetje dat mensen wat wegtrekken. Maar goed, ik hoop dus dat wij niet de oudere luiers... In moeten? Nee, en dus ook niet... Jij wil continent blijven. I love to stay on the continent. Ja. inderdaad, ja, continent. To contain. To contain yourselves, ja. Ja. Sorry. Ik moest ineens over gedenken dat over Christopher Lee, als het nog even mag. Ja, dat mag. Dat hij zei, jij stuurde mij zo'n stuk door dat hij een ritueel moest doen. Een duivels ritueel voor een film in een kerk. Ja. En toen had hij een babytje, wat hij dan doopte in dat ritueel. Ja. En die ouders van dat kindje waren jonge ouders, die vonden dat helemaal niet zo erg. Dus het is allemaal nep, het is een film. Weet je, daar staat een drankautomaat voor de acteurs. Weet je, het is natuurlijk snap. Ja, ja, ja. Maar toen zei Christopher Lee dat opnemen van die scène zo vaak opnieuw moest. En hij had die baby in zijn handen. Dat de baby volgens mij zichzelf relieved of its essences of zo. Ik weet dus niet hoe hij het zei. Ja, maar zoiets inderdaad. Zo ontzettend Brits. En toen dacht ik, weet je... Acteurs in... Tegenwoordig is het... Als zou een Nederlands acteur zeggen... Hij heeft in mijn hand gezeken. Of een beetje platte. En hij gewoon zo... Relieved. Ja. Een babytje. Ja. En dat hij dat dan ook... Dan zegt. En dan zich een beetje schaamt... Voor het feit dat hij het moet vermelden. Ja. En daarom zegt hij het in the most nice way. Ja. En dat vind ik gewoon wel fantastisch. Ja, ik vind het echt een heerlijke vent. Ja. Ach, wat missen we hem. Ja, zeker. Ja, zou ook over de 100 zijn inmiddels. Ja. Mocht niet zo zijn. Oh ja, Nathaniel Hines. Nat Hines. Bizar veel jonger uitziende vent dan hij is. Was dat die man die jij mij net liet zien? Ja, ik zag twee YouTube-filmpjes. Eentje is echt een lang interview van 3 kwartier of zo. Misschien leuk om even doorheen te scrollen. Maar de manier waarop je gewoon... praat, hoe zijn stem is niet krakerig. Het is echt... Ik zou het geloven als je zegt hij is 72. Ja, dat dacht hij ik ook. Hij is dus 102. Ja, ongelooflijk. Bizar. Ja. Gewoon alsof je zegt, wil je 30 jaar cadeau? Je hebt je 30 jaar hier cadeau. Is 30 jaar. Ja, hier is 30 jaar. Hij zou zo 130 kunnen worden. Ja, dat is hetzelfde als dat wij bijvoorbeeld nu... Wij zijn 30. Nee, ik ben al 31. Ja? Dat als ik bijvoorbeeld gewoon in die 31 jaar niet was verouderd. Wow. Dit was allemaal gewoon nog net alsof ik net geboren was. Ja, dus jij was niet gegroeid als mens. Ja, inderdaad. Net zoals... Oeh, die hebben we ook genoemd in een eerdere aflevering. Dat was die Pakistaanse dwerg van 54 centimeter hoog. Ja. Ik weet zijn naam niet meer. Nee, Nathaniel Hines. Ja, ex-World War II veteran dus. Ja. Zeg ik ja. dat? Is het een ex-World War II veteran? Nee, hij is een World War II veteran nog steeds. Ja. Als hij overleden is, is het een ex-World War II veteran. Want dan is hij niet meer bij ons. Nee, je blijft denk ik altijd wel veteran. Anyways, waar heeft hij gediend tijdens de World War II? Weet jij dat? Ah, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Want er was toch nog een andere. Misschien komt hij nog verder op de lijst. Smoked cigars. En ja, zo. Dat komt allemaal nog. Dat komt allemaal nog. Dat is weer een hele andere categorie. Ja, dat is een andere orde van grootte. Ik heb hem hier, Nathaniel Hines. Celebrating his 100th year birthday. Dat was in 12.020.
Zo, ja. Kijk eens wat een goede kop, hè. Echt zo'n goede bakkes. Echt, fantastisch. Wat een gene leuke man. En hij zit hier ook in de sportapparaat. Ja, ik ook, zie hem ook gewoon zitten. Ook weer. Hij hangt gewoon in de toog. Fantastisch. Ja. Wil jij deze of gene? Ik wil deze gene namelijk. Ik wil die gene. Ja. ik volg hem niet. Dat is... Ja, ik heb dat ooit gehoord, zo van deze of genen. Ja, ja, ja. Dat ja. is een uitspraak volgens ja, mij. Ja, ja. En omdat deze man heeft genen, hele goede genen. Oh! Maar jij wil die genen. Nee, ik wil wel deze genen. Ja. Ja, exact. Man, die heeft het wel getroffen. Ja, genetisch gezien. Ja, inderdaad. Okay. Ik kan het niet zo snel vinden waar die heeft gediend. Maakt me eigenlijk geen fuck uit. Where you served, hè? Ik was toen in New York en toen zei die taxichauffeur heel erg trots. Where did you serve? I served in Nam. Nam, ja. I served in Nam. Was in Da Nang. In Da Nang. Ja. Bien Phu. Nam. Ja, dat is echt een ding. En je krijgt trouwens ook, want mijn neef zit in het leger. Alle drie trouwens. Ik heb drie neven, alle drie in het leger. En... je gaat dan wel eens naar een kazerne in het buitenland. Even uitwisseling, zodat je een beetje ziet hoe het leger in een ander land... Ja. Hij ging er zo naar Amerika. Je krijgt dus overal, als je in dat uniform loopt, military discount. Oh. Maar dat is lekker. Maar dat is lekker. Gewoon overal naar binnen lopen. Gewoon letterlijk bij de... Van eten, drinken, als je een tv koopt. Jij gaat een tv kopen morgen, toch? Je moet serieus gewoon een uniform lenen. Maar... En dan moet je gewoon zeggen, en dan krijg je military discount. Zo van, because you serve. Ik heb nogal een padvinders uniform. Nee, dan moet je geld bijleggen. Ja, precies. Ja, daarom heb ik hem ook nooit meer aan. Nee, ja, want jij hebt bij de scouting gezeten. Ja, zullen we dit eruit knippen? Nee, maar scouting is leuk, toch? Ja, ik heb er nooit bij gezeten. Maar... Nou, je hebt niet veel gemist. Nee, oké. Okay. Ik kon nooit op Mastworp. Mastworp? En een paalsteek misschien, want die was eigenlijk al te moeilijk. Ik heb de 8 knoop en de platte knoop. Die gebruik ik nog wel eens. Ja. Nee, dat heeft toch iets ja. van nut gehad. Ja, zelden zo'n mast geworpen. Ja, maar wat deed je daar dan even voor? Als nou ik ja, vraag eerst zat ik dus bij de ja, gewoon de welpjes heette dat. Dat is tot je tiende. Van de 8e of 9e, 10e. En dan ging je, ja, je deed helemaal niks, spelletjes en liedjes zingen. En af en toe op een goede dag... bakte je broodjes aan een stok boven het vuur. Dan deed je er suiker op. Dat was al lekker. Een soort croissantjes maakte hij dan. Oké. En toen ging je naar de 7 kenners. Oké. En dan ging je in de zeil. Ik heb er wel een beetje leren zeilen. Heb je je CWO's gehaald? Ja, hoeveel CWO's ben jij rijk? Alleen de eerste. Alleen de eerste? Dat stelt niet zoveel voor. Nee, je hebt 5 CWO's. 5? En je hebt 5 A en B. Ja, echt? Ik weet het wel. Dit meen je? Ja, ouwe, ik ben nautisch geschoold, hè? Oh jee, ik wist van niks. Nee, ik ben gewoon 5 keer op zeilkamp gegaan. Oh. En dan krijg je dus diplomaatjes. En ik heb CWO 4. Zo. Ja, is hoog, maar ik weet echt bijna niks Maar meer. Je kan wel overstag. Ja, met mij kan je wel overstag. Bak, klaar om te wenden. Grijpen. Ja, en... Wel nog meer aan de wind, voor de wind. Ja. Ik hield van aan de wind. Ja, dat is... Dat is keihard dat namelijk. Dat is wel vet, dat je dus eigenlijk semi tegen de wind in... Ja. Bijna het hardst. Ja, het hardst is toch voor de wind wel, volgens mij. Nou, ik vind aan de wind, voor mijn gevoel was dat altijd ja, het hardst. Ja, omdat je dan wind tegen hebt ook. Ja. Dan voel je meer En ik moet snelheid. Dan toch zeggen, toch die metafoor doortrekkend naar het leven. Als het je allemaal maar voor de wind gaat, wat ja. lekker is. Ja, je hoeft alleen maar te zitten. Maar ook saai. Ja, dat is waar. Je doet die zeilen helemaal uit. Ja, helemaal. En je trekt de fokbak, hè? Ja. Ja, die moet wel bak getrokken worden. Die kan je niet bak trekken. Nee. Niet louter bak trekken. En, want dan heb je namelijk dat die ook de wind vangt. Want ik had namelijk les op een valk. En daarin heb je dat ze niet perpendicular, de zeilen zijn niet perpendicular. Uh-huh. Hè? Die zijn in de lengte van het schip. Dus dat betekent dat als je voor de wind vaart, dat je achterste zeil alle wind vangt. Ja, ja. Dus dat betekent dat als je dan wil dat je voorste zeil ook wind vangt, moet je die dus bak trekken. Ja. Aan die andere zijde. Ja, aan die andere zijde. Ja. Nou, en dat is natuurlijk leuk, maar... Het is natuurlijk ook wel leuk als er iets van competitie in je leven zit. Ja. Dus aan de wind een beetje, dan moest je toch... Ja, moest je die schoot, de schoot, hè? Niet het een touw. Je hebt geen touw op een schip. Nee, je hebt schoot. Vallen, de klauwval, de piekval. Breek me de bek niet open over hoeveel vallen je wel niet ja. hebt. En je hebt kikkers.
Ja. Altijd overgebleven, niet touw, maar schootworp dingen. Ja. Ik weet niet meer helemaal de etymologie. Moeten allemaal om een kikker heen. Hè? Ja. Altijd om een kikker. Ja. Ja, dat nou goed. En dan ging je aan de wind en dan moest je er toch even je best doen. En soms moest je je been zo tegen het houtwerk zetten om de schoot te beteugelen. Ja, inderdaad. En dat voelde toch wel vet. Ja, en als je hem dan even hard aantrok, dan het bootje dan ook echt een beetje bijna water begint te scheppen. Ja, maar echt. Ja, echt met je poten, met je blote mannenpoten in het water, man. Het is vet. De enige keer dat Rob iets mannelijks praat. Ja, inderdaad. Nou, ik heb één keer een voorlicht van mijn auto vervangen. En toen voelde ik me ook wel heel mannelijk. Dat was letterlijk een dingetje draaien. Maar goed. Nee, dat aan de wind vond ik altijd het leukst. Ja. Voor nee, de wind is het ook een beetje saai. Ik vond het... Ja, je gaat toch net harder, geloof ik. Ja. Maar het is ook inderdaad... Je hebt ook wind mee. Je hebt wind, ja, het zit al... Ik heb wind niet maar zo. Ik heb mijn hele leven al wind mee. Ja. Ja, ik wil dan in het zeilen een beetje competitie op zoek. Ja. Maar ik moet wel zeggen dat CWO 5, dat was wel echt... Vrij uniek, want wij, de eigenaar van die zeilschool, die had dat. Ja. Die had CWO 5B. Dat is dus, en er waren op dat moment in, maar tussen de 20 en 30 Nederlanders die dat hadden. Zo hoog, oh ja, wow. Nee, dat is best wel weinig. Ja, ja inderdaad, zo hoog die CWO. Ja, dus bijvoorbeeld misschien wel 25.000 hebben CWO 4 bijvoorbeeld. Maar er zijn er maar heel weinig CWO. CWO 5 is wel echt nek. Dat is echt sport. Echt Champions sport League. Level, hè? Ja, het is wel echt ziek vet. Dus ik heb dat altijd wel... Ik mag dus zeilles geven, want ik heb 4 CWO's. Wow. Oh. Kijk, we gaan. Jo, ja. Nu nog een boot. Nu nog een boot en nog weer die kennisparaat, want dat heb ik ook niet. Ja. Maar wat ik, doe je als er een militaire kolon langs vaart? Militaire kolon? Nou, dan ga je natuurlijk in de linie met de fokbak. Ja. Wachten op de groen-blauwe lichten. Groen-blauwe lichten, 3 werf om de kikker. En dan is en dan het gewoon... Dan ja, inderdaad. Ja, nee, dus het is heel leuk. Oké. Okay. Pak hem terug op de 7 en pak hem terug. Ja, precies. En het vooronder op links. Maar goed, Pierre Zeevaarder is al geweest. Daarom. We gaan even door naar een helaas niet meer levende dame. Maar wel eentje die een bijzonder feat. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Kwiek. Nee, een no mean feet. Ik weet echt niet waar je het over hebt. Een feet? Een foot? Nee, F-E-A-T. Oh, featuring. Nee, feet, ja. Ik weet het, ik snap een beetje wat je bedoelt. Maar ik weet het niet helemaal. Dus het is hier. Zal ik het even opzoeken? Doe dat. Doen we eventjes even opzoeken wat we... De luisterkinders die lachen ons natuurlijk vierkant uit. Want die denken, die kneuzen weten niet eens wat feet betekent. Prestatie, dankjewel. Dank u. Een bijzondere prestatie op haar naam. Je kan toch ook achievement zeggen trouwens? Dat is ook geen Nederlands. Nee, je hebt gelijk. Ja, nee, je hebt gelijk. Oké, okay, en door. Wat heeft ze? Vera Sommerfeld, geboren 23 september 1129. Sommige mensen die hebben nog wel een overgrootmoeder gekend. Ja, ik niet hoor. Maar... Nee, ik ook niet. Zeker niet. Oh, je hebt een hele lijst in je laptop staan die teruggaat tot Charlemagne. Ja, maar ik heb ze niet gekend. Nee. Oh, ja, dat is ik heb mijn grootvader niet eens gekend. Excuus. Sorry. Gevallen van mensen met een levende bedovergrootmoeder, die zijn al helemaal ongehoord. Ja. Dat is dus, dan moet je dus hebben dat de oma van je oma nog leeft. Ja. Maar het komt toch voor. Oh, wat een enkeling vet. Heeft zijn of haar... bed over groot vader of moeder. Vaker moeder, want ze worden nou allemaal ouder. Ja. Nog gekend. Maar wat echt moeilijk is om te geloven... is het feit dat de dochter van Vera Sommerfeld... de status van bed over grootmoeder draagt. Nee! En wat is dan de status van Vera zelf? Hè? De moeder van je bed over grootmoeder. Hebben we dit rijtje al in een podcast? Volgens mij hebben we dat echt langs. Ja, nou ja, ik zal het nog even herhalen. Dat is je oudmoeder. Je oud, dat is niet je bededel oudmoeder. Nee. Dat edel komt allemaal veel later. Oh, ja. Oudmoeder. Oudmoeder. Dus dat is... God, wat ben je oudmoeder. Ja, dat was dat zij. Dat is inderdaad waar. En ze was ook... Nou, niet eens zo oud. Ze is namelijk gestorven op de leeftijd van 99 jaar. 99 lente. Bijna 100 wel. Maar wel als oudmoeder. Maar volgens mij was ze op 96 of zo al oudmoeder. Maar heb je toch een hoop teweeg gebracht in 99 jaar? Als jij oudmoeder bent, toch? Ja, moet je wel even voorstellen. Ja. Deze oudmoeder,
Daarvan kun je dus, ja, daar kun je wat equivalente perspectieven op loslaten. Bijvoorbeeld, de kleinkinderen van je kleinkinderen hebben kinderen. Zo. Way. Ja, inderdaad. Oftewel, de kleinkinderen van haar kinderen hebben kleinkinderen. Dat is hetzelfde idee. Ja, 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 ja. Of haar achterkleinkinderen hebben kleinkinderen. Of de kleinkinderen hebben achterkleinkinderen. Het is toch absurd. Dat is echt absurd. Is hier ook dat alle generaties in één foto staan? Dat heb ik wel eens gezien. Daar zijn wel foto's van, ja. Ja? Ja. Want je hebt, zie je wel eens in de krant dat je dan vier of vijf moeders op een rijtje ziet. Ja, dit is dus zes. Ja. Zes generaties. Daar zijn maar enkele gevallen ooit van bekend. Ja. Zes levende generaties tegelijkertijd. En dus als je vanaf het babytje de jongste beziet, dan is het alsof dus de grootouders van je grootouders nog een levende moeder hebben. Ja. Of de grootouders van je ouders, ja, nog levende grootouders. Dan zou dus de oma van mijn oma nog een moeder hebben. Nog een moeder. Wanneer zou die dan geboren zijn? Mijn oma is uit 27. Van mijn moeders kant. Neem haar overgrootmoeder. Die zou dan uit, nou, ze werden natuurlijk wel waarschijnlijk 80 jaar eerder geboren of zo. Ja. 70, ja. 80 jaar. Dus dan zitten we de 850's. Zoiets. Dus haar moeder. Dus die is in 820 geboren misschien. Nee, ik denk, ik denk ietsje later wel. 830. Ja. Ik kan mijn oud-grootvader Dat is 15 jaar nadat Napoleon is verslagen. Ja. Ja. Dat is echt insane. En die zou dan nu nog leven. Ja. Ja. Mijn oud-vader, Jacob van der Spek, die leefde van 767 tot 848. Een bouwman. Dus die zou nu... Een bouwman? Oh, wat leuk. Ja. En zijn zoon... Sorry, zijn zoon is een bode. Een bode, ja. Cornelis van der Spek. Ja, sorry voor mijn rare lach, maar ik zag dat toevallig in mijn ogen. Ja, sorry, bode. We hebben het. Jacob, die was dus bouwman. Was bouwman, Oh, wat leuk met Jannetje Abrahams dochter van Mannekes. Love it. Jeetje, dan zitten we maar echt al diep in de 119e eeuw? Ja, 18e. Geboren. Ja. Hij is 256, dat is 2 tot de 8e jaar geleden geboren. 2 tot de 8e, dat is dan jouw equivalent van wat die van vrouw... Van mijn oudvader. Ja, dat is jouw oudvader. Ja, die zou dus nu 256 zijn. Maar bij mij is het ook raar. Want ja, want je... bij mij zit het hele steeds de Benjamin van de Benjamin. Ja, klopt. Als dat doorgaat, stel, wanneer zou je vader willen worden? Volgens mij wel, het lijkt je ooit wel leuk. Ooit op een dag, ja. En stel dat je, op wat voor leeftijd zou je dat dan idealiter willen worden? 45. Solide 45. Ik denk dat nu is het tot kort geleden was het een beetje zo'n 30. Ja. Dat was toen mensen een beetje 80 werden. Ja. Ik denk dat tegen de tijd dat wij oud zijn, worden we misschien wel 120. Nou, 30 van 80 is 3/8. Ja. 3/8 van 120 is 45. Heel mijn nice. Mijn eigen pa was 43. Zijn pa was 46 toen hij werd geboren. Dus they were pushing the limits of their generation. Ja, en als je dus nog... Die Jacob... Dus jij bent dan met 45 nog redelijk aan de optijde kant dan. In ja. Geval. Ja, en die Jacob... Nou, Jacob was 51 toen mijn bedovergrootvader Cornelis werd geboren. En hoe oud was, en die, was zijn en, vrouw en veel mijn overgrootvader was weer... Cornelis was weer 50 toen mijn overgrootvader werd geboren. Arie, geboren in Zegwaard. Zegwaard, ja, dat bestaat niet meer. Nou, ik denk dat heel veel van wat hier staat niet meer bestaat op dit moment. Delft, denk ik. Ja, Delft wel. Je hebt gelijk. Maar was Jacob van der Spek, was zijn vrouw veel jonger? Zo Jacob is, waar hij de monster vandaan moest. Ja, nee, toen is hij gehuwd. Toen is hij gehuwd. Hij is wel inderdaad 33 plus 14. Dat is hij is op zijn 47ste gehuwd met Jannetje. Ja. En Jannetje was... Ook geen 47. 17 jaar jonger. Oh, dat is nog wel. Dus die was 30. Maar oud voor die tijd. Ja, is dat zijn tweede huwelijk misschien? Dat de eerste vrouw is overleden. Dat zou zijn kunnen, ja. Ja, want gescheiden was niet echt Dat denk ik ook in mijn familie dat het niet... Nee, want het was protestants, toch? Ja, flink gereformeerd. In ieder geval, de vorige eeuw, ik weet niet of het twee eeuwen daarvoor ook zo was. Nee, precies, ja. Kansen aanwezig. Er waren rancune-atheïsten. Nee, er werd er eentje. Nee, maar wat wil ik nou zeggen? Ja, oké, dan zou jij dus op je 45ste vader worden. En dan zou wel zeg leuk maar zijn. Wat, hè, maar ik zeg maar wat, maar zou wel leuk zijn als dat kind dan misschien op zijn 55ste of zo. Ja. Ja. En hoe oud moet jij dan worden om oud dat kind zijn kind ook nog te zien? Dus dat is dan mijn achterkleinkind.
Of een klein. Ja, ik wil heel graag dat jij oudvader wordt. Oh. En hoe? En ik zit dan te denken, in welk jaar moet dat kind... welk jaar word jij dan oudvader als iedereen... Ah, met die stap met van die 45 stap, jaar ongeveer? Ja, of met die stap 50? Zelfs naar Rato. Dus die jouw kind wordt misschien wel 55. Ja, komt precies. Misschien wel 10 jaar bij met die technologische... Okay, 45 ben ik zelf, 45 heb ik een kind. Ja. Dat kind krijgt misschien op zijn 50ste... Een kind. Ben ik 95. Bijvoorbeeld. Dan krijg ik... Dat is dan dus mijn kleinkind. Juist. Mijn kleinkind krijgt dan een kind misschien op zijn 55ste. Ja. Yeah. Dan ben ik dus 150. Juist. Dat is mijn achterkleinkind. Juist. En die moet dan nog kleinkinderen krijgen. Dus juist. Dus laat daar nog maar even 120 jaar overheen gaan. Ja, ja. Dus dan moet ik iets van 270 worden of zo. Ja. Ja. En welk jaartal zitten we dan? Ja, nou, ik ben nu 30, dus dat is nog 240 jaar. Dus dat is 12.263. Ja, ja, ja. 12.263. 12.263. Ja. Gaan we daar naar streven. Dan word jij bedouder. Nee, oudvader. Oh ja, goh. Nee, dan hebben we de achterkleinkinderen. Oh, oké, okay, leuk. Dan hebben mijn achterkleinkinderen kleinkinderen. Ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Nou, ik zag toevallig nog iets langskomen van... Ik denk, dat kan ik Jos ooit nog cadeau doen... Ik weet nu een moment waarop ik je dat cadeau kan doen. Als je oudvader wordt. Ja, ja, dat is goed. Ja, dat is met Sintje te missen. Ja. Ja, het lijkt me ook wel vet. Als zo'n babytje kan zeggen... Ja, dat is de overgrootvader van mijn grootouders. Ja. Dat heeft zij dus voor elkaar gekregen. Ja. Dat is toch een knap staartje procreatie. Ja, maar de sleutel zit hem gewoon een heel snel kind krijgen, denk ik, toch? Ja. En een generatie op generatie. Het is toch gewoon weer een kwestie van... Ja, een snel, een veel. Ja, moeten allemaal 18 zijn geweest, allemaal 18, ja, precies. Ja, dat kan natuurlijk, dat gebeurt af en toe. En je moet dan 100 worden. Ja, dan kan Ken het. Ja, 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 ja. Nou, nog eentje en dan vind ik het wel weer mooi geweest. Ja, dat is hard werken dit, hè? Die oude mensen afwerken. Wrong. I'm so sorry. Tom Lackey. Oh ja. Is helaas niet zo oud geworden. Wel 96 jaar en 255 dagen, daar niet van. Maar geen eeuweling. Maar over knappe staaltjes gesproken. hij heeft wel het wereldrecord, Guinness World Record. Van 's werelds oudste wingwalker. Wingwalking, hoor ik je denken. Ja, dat hoor je me zeker denken. Ja. Nou, niet alle pensionado's die gaan achter de geranium zitten. Want deze man die verwierf vanaf zijn 82ste wel een heel ongewone hobby. Ook weer dus laat begonnen, hè. Hij is dus 's werelds oudste wingwalker. En dat is toch niet letterlijk op de vleugels van een vliegend vliegtuig staan? Oh, maar jawel hoor. Ja. Oh, wacht. Dus niet een Boeing, maar zo'n propellers. Ja, ja, ja. En was hij wel een beetje strapped in, weet je wel. Ja. Met... Jij hebt een keer iets doorgestuurd, jaren dat terug. Dat is hij dan, denk dat ik. Dat is hij. Oh, wat vet. Dat is echt insane vet. Dan zag je zo'n oude guy, zo helemaal strapped, zo'n ding. Ah, zo met keihard gillen. Met zijn wangen. Ja, dat was fantastisch. Maar ben je dan een wingwalker? Je bent dan gewoon een wingsitter, toch? Ja, 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 hij staat respect. Wel. Hij zit niet. Hij staat. Oké, okay, een wingstander. Ik weet niet of hij, misschien heeft hij ook een pasje gezet of zo. Dat ja, oké, okay, hij heeft één pas gezet. Maar het heet wingwalker. Maar ik zie bij een wingwalker wel echt iemand echt schraas. Ja, ja, nou ja, goed. Hij was ook geen 94. Nee, daarom. Hij deed er helemaal niet moeilijk over in ieder geval. Het is zo wel Hij heeft het record gezet... Hij heeft tussen zijn 80ste en 93ste 37 wingwalks voltooid. 37? 37. Hij had echt grossierde in het wingwalken. Ja, inderdaad. En laatst dus een vlucht van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland. 81 minuten. Wat? Ja, niet gewoon even 5 minuten. Gewoon echt... Het is anderhalf uur op zo'n wing. Ja! Dat er waarschijnlijk toch 200 of zo gaat. Maar dat is ijskoud, man. Het record... voor de wingwalk op hoogste leeftijd is door hem op 93 jaar en 100 dagen gezet. Oké. Okay. Toen vond hij mooi geweest. Ja. Na 37 keer denk ik heb nou wel gezien. Oh, wacht. Op zijn 94ste verjaardag walkte hij nog wing. Oh! Zelden iemand zoveel wing zien walken. Ja, ik zal één of twee linkjes doorsturen. Dan kan je zien hoe dat eruit ziet. Ja. Dat is wel heel geinig. Ja, het is heel vet. Zou hij aan barrel rolls hebben gedaan tijdens het wingwalken? Ik hoop het niet. Ik denk, nou... Nee, het zal wel niet. Maar ik sluit het niet uit. Nee, hè?
Nee. Want hij zit natuurlijk helemaal vast. Hij zit helemaal vast. Helemaal vast. In en zo, ja. Misschien dat hij er... Ja, als je dan toch maar helemaal naar boven bent. En je bent zo oud. Ja. En je hebt het al 36 keer gedaan. Ja. Dan denk je, doe even een bel. Met 94. Is dat gewoon dat je dan zo oud bent, dat je dan echt zo op zoek bent naar thrills? Dat, ja, dat je allemaal niet meer... Niks meer is nieuw. Snap je wat ik bedoel? Ja, en je hebt niks meer te verliezen ook. In ergens van val je dood. Nou, dat was het 2 maanden later toch weer. Dat is waar. It's fine. What a way to go. Lijkt me wel een liberating gevoel. Ja, dus je niks meer te verliezen hebt. Ja. Ja. Ja, Seinfeld zei dat ook. Die zei van... Toen liepen ze langs een motorwinkel. Toen zei die vriend van... Wil jij nooit motorrijden of zo? Hij zei nee. Oké, when the doctor says... when I get the diagnosis, you get 6 weeks. I know it is straight to the Ducati store. And I buy the bike. And I drive as fast as I can with no helmet on. Maar daarvoor... ja, maar tot die tijd niet. Nee. Oké, hey, dit was weer een Golden Oldies. Ja, het tweede drieluik is bijna voltooid. Oh, man, twee drieluiken. Ja, een zesluik. Zesluik. Dit is een oudvader. Sexylogie. Een sexylogie. Deze podcast is de oud podcast van de eerste Golden Oldie, of ja, niet? Ja. Ja, toch? Ja, inderdaad. Jeetje, man. Ja. Ongelooflijk. Want Jos heeft een ontzettend mooie quote van Isabelle. Nee, jij? Ayen. Ja, oh ja, dat is waar. Ja, ik heb deze wel, ere wie ere toekomst, dames en heren, met ChatGPT, met behulp van ChatGPT gevonden. Want ik heb namelijk gewoon de prompt ingevoerd. Dat heet een prompt, okay. Hè? En die moet je heel scherp formuleren. Ja, de vraagstelling moet heel scherp. Query tweaking is een kunst op zich. Absoluut. Inderdaad, want dat is ook voor de luisterkinders. Je moet heel goed die vraag stellen, want hoe scherper je de vraag stelt, hoe concreter het antwoord is dat je krijgt. Wat vroeg ik aan beste ChatGPT? Do you have a quote on old people and the night? En toen kreeg ik er een aantal en één daarvan was van Isabel Allende. En dat is een vrouw, een schrijfster van Chileense afkomst. Chileens, ja. Chile. Chili, excuus. Chileense afkomst. Langste land ter wereld, wist jij dat? Ja! Echt heel lang. Ja. Als jij Chili. Excuus. Oppakt en je legt het noordelijkste puntje op de Noordpool. Ja, komt dat zuidelijkste puntje volgens mij even aan. Ja, ergens in Marokko. Zo! Ja, het is een heel bijna lang land. Even, ik had een collega die kwam daar vandaan. Die zei, het is heel lang en heel dun. Ja. Dus je kan dus, want de infrastructuur is er ook op ingericht. Ja. Je kan in één dag skiën. Ja. En daarna door een stukje oerwoud lopen. En dan eindigend met een mojito aan het strand. Oh ja. En dan inderdaad misschien een stukje woestijn. Ja, de Atacama-woestijn daar, ja, geloof ik. Volgens mij heeft je dat ook nog een stuk. Ja, het is een heel interessant land. Ik wil er graag nog een keer heen. Nou, deze beste vrouw, die was de Allende. De achternaam verraadt het al. Want haar, volgens mij was het een broer. Een neef, een neef van haar vader was de... President, moet ik zeggen. President Allende. Maar goed, even weer naar de quotes terug. Die luidt als volgt. The night is a mirror of the soul, reflecting the memories and experiences of a lifetime. For old people, the night is a time of reflection and contemplation. Good night.